De kiezerslijsten zullen vanaf 14 februari tot en met 15 maart op verschillende locaties in stad en district ter inzage worden gelegd. Dorine Breij van de werkgroep kiezerslijsten zegt dat het doel van de ter inzagelegging is om kiesgerechtigden in de gelegenheid te stellen hun gegevens te controleren. Na 15 maart kunnen deze gegevens niet meer veranderd worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in het persbericht dat de ter inzagelegging locaties zullen zijn bij districtscommissariaten, bureaus voor burgerzaken, mobiele locaties op drukke plekken, verschillende tehuizen en middelbare scholen. Op burgers wordt een beroep gedaan om vooral hun adres te controleren op juistheid. Het adres bepaalt namelijk waar de kiesgerechtigde de oproepingskaart zal ontvangen. De controle van persoonsgegevens zal ook op zaterdagen en zon- en feestdagen mogelijk zijn.